Precies 70 jaar geleden stortte in Oosterhout tijdens de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig neer tijdens een vlucht om ons te bevrijden. En vandaag kreeg de piloot een eerbetoon. Een blijvende herinnering in de vorm van een monument. En daar was zijn nicht bij. Majoor Charles Vernon Thornton gaf zijn leven voor onze vrijheid. En vanaf vandaag zal zijn inzet voor altijd herinnerd worden op deze plek. De Marauder Crescento van Thornton had net zijn bommen afgegooid boven vliegveld Geelsrijen. Het was in handen van de Duitsers en het vliegtuig kwam onder zwaar vuur te liggen. De overige crewleden weten zich met parachutes in veiligheid te brengen. Maar Charles stort met zijn zwaar beschadigde kist neer. Vandaag precies 70 jaar geleden. De nicht van Charles Thornton was erg ontroerd door de ceremonie. The way you remember the past is very special. Gisteren kreeg ze een kruisje, gemaakt van het plexiglas van de cockpit van haar oom. Jos van Alve vond het glas toen hij als jochie van 12 de velden afstruinde. Hij maakte het kruisje zelf. And last night he gave it to me after having it for himself for 70 years. And it's something I'll always treasure. Ja, dat heb ik gemaakt. Want u was als 12-jarig jongetje nieuwsgierig. Ja, natuurlijk. Maar er zijn nog veel meer vliegtuigen niet gevallen. Bij al die anderen die gevallen zijn, moeten we ook nog een monumentje oprichten. Dus we zijn nog lang niet klaar. De heemkundekring kreeg een bijzonder cadeau. De Amerikaanse vlag die 70 jaar geleden over de doodskist van de majoor werd gelegd. Hij was al die tijd in bezit van de familie, maar blijft nu in Oosterhout. So that you do never forget what freedom costs. En dit was Brabant Nieuws van zaterdag 22 februari.